guys, het is eigenlijk wel weer een nieuwe dag. We zijn donderdag en ik heb mijn voorlaatste dag stage. Ik wil om 11:30 beginnen. Allee, moet je buiten? Dat moet weer buiten. Dus ik moet pas om 11:30 beginnen. Wat wel goed is, dus nu heb ik tijd om mijn vlog te monteren en die misschien wel al te uploaden. Ja, ik ga eraan beginnen. Ik ga eerst wel ontbijten, want ik heb echt honger. Ik heb een trui aan van Tutu Chic, van nog de vorige zomercollectie, wat wel ook mijn lieveling trui is. En ik heb een grijze broek aan van Zalando, een riem van Tommy en sloefjes en kousen van Henke Muller. Het is 9 uur nu. Dus ik moet om 11:30 beginnen en ja, ik weet niet hoe laat ik ga vertrekken eigenlijk. Ik zal wel zien. Ja, we gaan eens kijken. Ik denk dat ik Unicorn Fruit Loops ga eten. Ik ben niet ziek. Tadaa! Dat ga ik dus eten. Ik kan ook havermoutpap eten en al die stomme dingen. Zoals granola en al, want ik eet dat totaal niet graag. Allee, ja, ik eet dat wel graag. Allee, nee, ik eet het gewoon niet graag. Nee. Nee, als ik kan kiezen tussen dit, of granola, of havermoutpap, dan kies ik toch wel dit. Dus, ik ga mijn vlog monteren en ja, mijn leven is gewoon niet zo interessant niet meer. De laatste 2 weken. Dus ik heb echt weinig tijd gehad om te vloggen. Dus ja, dat is ook zo stom, hè. Allee. Maar volgende week is vakantie, wat dan wel super goed is, want dan kan ik dus veel meer tijd maken om te vloggen. En ook gewoon veel meer tijd maken voor jullie. Ja, ik loop binnen laten. Oh, een beetje. Ah, wel? Ja, speel maar een beetje. Dus, ik studeer ook dit schooljaar af. En ik ga ook gaan werken. En ik ga bij Tops gaan werken, omdat ik daar een studentenjob heb ook. En dat is wel... Ik ga eerst een keer even... Allee, dat is dus echt wel luxe dat ik daar ook kan starten. Damn. Zon zit in mijn ogen. Dus, dat is wel echt nice. Oké. Ik ben net klaar met werken en ik rijd nu door naar Gent, naar de Gelamco Arena. Ik ga naar de voetbal gaan kijken. Het is tegen Sint-Truiden, dus ik ben wel benieuwd. En ik hoop dat ze winnen en mijn pronostiek is 2-0.
Ik heb een super gevoelige huid. En ik heb echt zo super snel droge plekken onder mijn ogen. En zie, alles wat ook direct rood. Echt super kut is. Dus ja, fuck my life. Sorry dat het niet zo'n leuke en lange vlog is. Maar ik hoop dat er snel verandering komt. Want met mijn stage die geweest is. Was dat gewoon echt een saai leven dat ik had. Dat was opstaan, werken, slapen. Dat was echt niks interessants. Morgen verwacht ik ook pakketjes. Dus ik ben benieuwd wat dat dan gaat geven. Nee, is niet waar. Ik heb dingen besteld op Zalando. En ik verwacht iets van Close-Up. Want ik heb een giveaway. Ja, een maandelijkse giveaway doen die. En die heb ik gewonnen. Dus ik ben super blij dat ik dat gewonnen heb. En oh shit, dat is echt zo verslavend. Candylicious. En die bon komt waarschijnlijk morgen toe. En dan ga ik daar goed mee shoppen. En dat gaan jullie ook allemaal zien in de komende vlog. Dus. Ik ga nu afsluiten. Hope you guys liked it. I look fucked up. Als jullie het leuk vonden, zeker thumbs up doen. En jullie mogen altijd abonneren op mijn YouTube kanaal. En een lieve comment achterlaten. Als jullie het niet leuk vonden, wel geen thumbs down. Because I don't like that. Oké, ik ga nu naar mijn bed. En dan zie ik jullie in een volgende vlog. Terug. Bye bye.